De Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF, heeft samen met de Royal Thai Embassy vanmorgen in de KKF-beurshal de eerste Thailand Roadshow 2018 georganiseerd. De roadshow is gehouden in het kader van de erkenning van 30 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Thailand. Het doel van deze beurs, met daaraan gekoppeld een mini-expositie, was om de handel, investeringen en toerisme tussen de twee landen te bevorderen. Tijdens de mini-expo zijn producten van Suriname en Thailand gepresenteerd. Volgens Anil Padarat, voorzitter van de KKF, betekenen de diplomatieke betrekkingen met Thailand heel veel. Derhalve kan Suriname nog veel leren van Thailand. Dat zal met de geplande handelsmissie beter tot uiting komen, zegt Padarat. We gaan op 25 mei vertrekken we en dan komen we 10 juni terug. We gaan alle bedrijven daar bezoeken, proberen alle bedrijven te bezoeken. We gaan kijken hoe, want ze zijn nu nummer 1 wat food betreft. De beurs die we gaan bezoeken is ook een beurs voor food. En ze produceren heel veel drank en food. Ik wist nooit dat hun margins hadden van Thailand, kwam ik de altijd van Canada. Dus ik las nooit, maar het komt van Thailand. Dus, een belangrijk punt en kijken wat ze met sardine daar doen. Op de beurs wijzen ze ook. Ik heb op YouTube gekeken en ik zag van, oh, we staan een beetje achter wat hun keuken betreft. We gaan ook kijken hoe ze dat doen en dan kunnen we dat meenemen naar Suriname om te introduceren. Volgens Michael Fung, directeur van NV Sungi & Co, doet het bedrijf langer dan 30 jaar zaken met Thailand. U hoort ook Charlene Sami, vertegenwoordiger van Circle Group of Companies, die ook veel zaken doet met het Zuidoost-Aziatisch land. Ja, we hebben heel goede relaties en ik ben heel blij dat er een delegatie nou hier is, zodat we meer kunnen samenwerken. Want het zijn harde werkers, hoor. We zijn vaak daar en ze weten heel veel, hun know-how is goed. En ik zeg altijd, je bent nooit te oud om wat te leren. En laten we leren, want kijk hoe vooruit Thailand is. En ik juich het toe. Als we echt een goede samenwerking kunnen hebben, zowel in de industrie, in de management. Nou, ze zijn tof. Ik ben vaak daar. Mijn broers ook. Niet om op te scheppen hoor, maar we kijken wel eerst naar de kwaliteit. En Thailand is een land met heel goede kwaliteit producten. Hun verpakking is ook fantastisch. Ik mag niet liegen. Ik kan alleen maar goed praten over Thailand. De visjes worden dus gevangen in Thailand, ingeblikt in Thailand. Hij gaat dan naar Nederland en van Nederland uit komt hij dan terug naar Suriname. Het is speciaal voor Suriname, want zoals u kunt zien staat er Yusapna kwaliteit erop. Speciaal voor de Surinaamse markt. Dus Charlene Sami, vertegenwoordiger van de Circle Group of Companies. En daarvoor zag je Michael Fun van NV Sunyi & Co. We spraken hen tijdens de eerste Thailand Roadshow georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in samenwerking met de Royal Thai Embassy. De roadshow is gehouden in de KKF-beurshal.